De start van deze film is in het Franse grensstation Forbach, waar een ICE vanuit Parijs-Oost gaat vertrekken richting Frankfurt am Main en het gaat via Saarbrücken. Saarbrücken ligt trouwens hier vlak naast de deur. Hier hadden we nog geluk met het weer. Het zal later in deze film iets minder worden. Dieseltreinstellen, beter gezegd dieselmotorwagens, gebouwd bij de Dietrich. Dit was er eentje van de DB, die de SNCF overgekocht heeft. En erg veel moeite doet de SNCF ook niet om de kenmerken van de vorige eigenaar te verwijderen. Want de letters DB prijken nog steeds op de neus. Dit is dan de Franse variant. Ziet er weer wat beter uit, vind ik, als de rode kleurstelling van de DB-treincellen. De CFL in Luxemburg had ook zo'n serie treincellen in dienst. Ook die zijn verkocht naar de SNCF. Hier een Class 66 van VFLI. Helaas nog niet bestickerd met het logo van VLFI. Maar dan zou deze lok er heel wat fleuriger uitzien. Hier komt de Class 66 van Euro Cargo Rail. Schitterend geluid maken deze locomotieven. Ik heb er zelf ook op mogen rijden in mijn tijd bij Rail Verchem. Luister en huiver. Deze trein gaat ook richting Saarbrücken. Mijn dieseltjes nog in de zon, maar het lachte weer. Was al te zien. Het regionale verkeer wordt gevormd door deze Bombardier treinstellen. Hier komen er twee binnen, maar deze trein gaat gesplitst worden. Ook mooi vormgegeven treinstellen. Met de sluitzijde al aan, maar dat gaat toch weer veranderen. Dat zien we hier. Hier wordt het stel afgerangeerd. En nadat we al bijna anderhalf uur rondgerend hadden, werden we toch door een perronopzichter verwijderd van het station, omdat we geen filmvergunning zouden hebben. Naderhand hebben we dat opgezocht op internet. Blijkt dat in Frankrijk helemaal geen vergunning meer noodzakelijk is als het geen commerciële films betreft. En commercieel, dat zijn onze afleveringen van Eurofilms niet. Dus dit zijn zo'n beetje de laatste beelden vanuit Forbach.
We zijn toen naar Völklingen gegaan, vlak over de grens, niet al te ver van Voorburg af. En we zien hier al prima locomotieven, van het type prima van Alstom. Hier komt een 612 doorgereden op weg naar Saarbrücken. En Völklingen is bekend vanwege zijn hoogoven, die weliswaar stilgelegd is, maar op de werelderfgoedlijst staat van de UNESCO. Deze staalfabriek die is nog in werking. En dat is die gigantische hoogoven. Beeldbepalend voor Völklingen. Wederom de prima locomotieven van Alstom, die gehuurd zijn door Saarstahl. En begint al een beetje te druppelen. De 294 gaat een radierklus doen. Er komt een E186. Eveneens op weg richting Saarbrücken. Ja, en het regent nu pijpenstelen. Dat is nu goed te zien. Dat is de twee zilverloks die op reserve stonden. Een Saarstahl huurt ook nog een fretje van Hakim. Ja, en het regenwater koelt deze staalketels een beetje af. En daardoor kwam er stoomvorming. Deze wagens zijn wel nog geladen met vloeibaar staal. En dat staal dat wordt hier in Völklingen verwerkt, bij de fabriek van Saarstahl. En daar wordt onder andere plaatwerk voor de auto-industrie van gemaakt. Ja, ook bij slecht weer gaat het werk gewoon door. Een 294 is voorzien van een koppeling die de rangeerder een stuk makkelijker maakt. Je hoeft in ieder geval niet meer tussen de lok en de eerste wagen de koppeling vast te maken, wel nog een remslang natuurlijk. Nog eens de coulissen van de hoogoven. En inmiddels is de regen weer opgehouden. Maar de volgende donkere wolken zijn weer in aantocht. Een regionale trein van Saarbrücken naar Trier. Het stuurrijtuig is waarschijnlijk defect, vandaar dat deze locomotief ook voorop loopt. En achterop loopt ook nog een lok. Ja, met piepende bandjes gaat deze machinist daar vandoor.
En dit is de lok die achterop duwt. Beide locomotieven geven tractie. Het is wel een powerpack voor deze korte trein. De trein staat uit de serie 425. Je ziet daar de gloed van het vloeibaar staal. En net als we deze opname maken, begint het opeens weer te gieten. En dat soort opnames die kun je niet plannen. Dit overkomt je gewoon. En ja, kijk maar wat er gaat gebeuren. De ketels worden weer gekoeld aan de buitenkant. Door de regen. En dit geeft dit prachtig gezicht. Lijken wel allemaal stoomlocomotieven. Maar het zijn gewoon staalwagens. Hier komen lege wagens. En ondanks dat ze leeg zijn, zijn ze nog altijd snikheet. Je ziet nog steeds de gloed ook boven in de deksels. En locomotief van Henschel. Die duwt hier. Dat is lok 72 van Zaarstaal. Ik heb de beladen staalwagens wat meer stoom produceren. Daar komt weer een nieuwe vracht staal binnen in vloeibare vorm. Dat was het fretje dat Zaarstaal huurt van leasemaatschappij Akim. En deze trein komt vanuit Dielingen. Twee tweetjes van de serie 426 aan elkaar. En de 72 is nog bezig met rangeerwerkzaamheden. Dat is locomotief toeboord aan een dochterfirma die heet Zaar Rail. En de mama heet Zaarstaal. De staalwagens zijn gebouwd bij Demag. En zo gaat weer nieuwe voorraad richting de gieterij. Dit zijn dan weer beladen wagens die nu door de elektrische locomotief geduwd worden.
en ze worden nu zo weggezet zodat de diesels van Zareel de trein op kunnen pikken en hem dan richting de ijzergieterij kunnen slepen. De 37022 is wel losgekoppeld. En deze lok zal zo aanstonds weer lege staalwagens oppikken voor een volgende ritje richting Dielingen. Hier gaat iets bijzonders gebeuren. Roy die wil per se een foto maken. En dat is even pijnlijk, maar we zien het hier nog eens in slow motion. In de herhaling. Dit was van dat trein. Er stonden namelijk twee van dat type naast elkaar. Een 425 en een 426. En dit is de foto. Die is nog steeds gelukt hoor. Ondanks de val. Dan komt er een rode 212. Van de EFW was deze lok. En hier komt een ketelwagentrein met gasdruk ketelwagens. Allemaal nieuw, spiksplinternieuw, achter deze 155-191. En deze wagons zijn allemaal bestemd voor de Franse firma Millet. Hier zien we lok 71 van Zareel in actie, ook een Henschel locomotief, maar nog eentje met een koppelstang voor de krachtoverbrenging. Heel apart. Hier de 71 en de 72 naast elkaar, waarbij de 72 toch al een stuk moderner uitziet, maar nog altijd een typisch Henschel gezicht heeft. En deze locomotief die ziet echt wel apart uit. En toch blijven die oudjes het goed doen in dit toch wel zware werk wat hier verricht moet worden in Völklingen. De diesels van DB Schenker. Hier in Völklingen is ook een standplaats van DB Schenker. Er is nog genoeg rangeerwerk te doen bij de overgave tussen Zaarstaal, CQ Zaarrail en DB Schenker. En met deze beelden van lok 71 van Zareel is deze aflevering van EuroRails ten einde. Bedankt voor het kijken en graag tot ziens bij een volgende aflevering van EuroRails.